Een trailer die varkens vervoerde is donderdagavond gekanteld op de A73 bij Nijmegen. Sommige dieren overleefden het ongeluk en zijn gaan grazen in de berm. Andere dieren overleden ter plekke. Ook zaten er nog dieren bekneld in de trailer. De brandweer heeft hen uit hun benarde positie bevrijd, maar voor een deel kwam die hulp te laat. De varkens die het ongeval overleefden zijn door de brandweer met behulp van een aantal boeren naar een nieuwe trailer gedreven. Die heeft de dieren verder vervoerd. Het ongeluk heeft diepe sporen in de berm achtergelaten. En ook werd er een verkeersbord uit de grond gereden. Het verkeer direct achter de vrachtwagen kon pas een uur later weer verder, maar de rijbanen bleven gesloten. Pas 4 uur na het ongeluk werd de weg weer vrijgegeven.